Ja, vakmanschap sinds 1908. Dat is De Rooi Brood en Banket. Iedere dag vers brood op de plank. En ik ben heel benieuwd wat mensen nou hier zo in het weekend kopen in Brabant. Ik denk sowieso worstenbroodjes. Dat kan niet missen natuurlijk. Maar wat nog meer? We gaan het zo zien, want ik ga weer iemand blij maken. En deze keer hier bij deze mooie bakkerij binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo mevrouw. Ja, u denkt, wat gebeurt er allemaal? Wat komt er binnen? Hallo. Je denkt, dat is gek allemaal. Hele lange stok. Wij zijn van het winkelcentrum en ik zie u met uw pinpas staan. Klopt dat? U moet nog afrekenen? Ja. Ja, nou, ik heb namelijk een verrassing. Ik ben vandaag op pad met de pinpas van alle ondernemers hier uit winkelcentrum Tolberg. Ja. En we mogen mensen blij gaan maken. Daar maken we een heel kort filmpje van om te laten zien dat we hier zo'n geweldige bakkerij hebben zitten. De Rooi Bakkerijen. En ik ben heel benieuwd wat het bedrag is. €20,55. Ja. Dat krijgt u gewoon cadeau vandaag. Dankjewel. Dat houdt u over. Dat is leuk, hè? Ja, dankjewel. Ik heb de pinpas. Ben ik alleen heel nieuwsgierig. Wat heeft u gekocht? Dat hebben we niet gezien. Brood, eierkoeken. Ja. Heel veel brood. Oh, het ligt er allemaal nog. Brood. Ja, afbakbroodjes. Worstenbroodjes natuurlijk. Ja, dat kan niet anders, hè? Ja, ontbijtkoek. Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, pak u het maar. Ik ga zo voor u afrekenen. Dan mag u het in de tas doen. U krijgt het gratis mee, alsjeblieft. Wat een feest. Nou, dan u mag gaan. Ik wens u een heel fijn weekend. Kijk, en u hoeft niks te doen. Ik ga met de pinpas naar de toe. U mag het zo gratis meenemen. Alsjeblieft. Tot ziens, hè. Dag. Nou, daar gaan we. Nou, akkoord. Mag ik voor jou het bonnetje alsjeblieft? Zo, ik ben weer iemand blij gemaakt. Of kan je blij worden, hè? Worstenbroodjes, eierkoeken, krentenbrood, brood. Het hele weekend in. €20,55. Toch leuk meegenomen als je dat gratis krijgt. We gaan weer door.